De nationale driekleur is alom tegenwoordig in het centrum van Lommel. En op het Marktplein wordt het grote scherm nog een laatste keer getest. Het WK voetbal gaat nu echt beginnen. Lommel is helemaal klaar voor het WK. Wij voelen ons zeker de voetbalhoofdstad van Noord-Limburg. Dus we starten vanavond hier met de openingsmatch. Maar ook de belangrijke wedstrijden van Nederland, Spanje en Duitsland. Die worden eigenlijk uitgezonden ofwel hier op het Marktplein. Maar als er door omstandigheden activiteiten zijn die al plaatsvinden hier in het centrum, dan gaat heel de caravan verhuizen naar het Kerkplein. Wedstrijden kijken op een groot scherm, het is niet aan iedereen besteed. Sommigen kiezen ervoor om het WK in alle rust te volgen. Zoals deze vriendengroep uit Houthalen-Helchteren. Zij huren een maand lang een bungalow in Molenheide. Dus we komen hier elke avond samen. Iedereen die wilt komen, die komt. De voetbal kijken, een pintje drinken, barbecuen, dus alles om er een gezellig sfeer van te maken. Ja, iedereen heeft op dit moment een groot scherm staan, dus wij proberen ons toch een klein beetje te differentiëren. Ook de dames zijn welkom in de bungalow, maar dan moeten ze wel enkele regels respecteren. Ja. Ik wil dus zeggen, tijdens de wedstrijd zwijgen, geen domme vragen stellen, niet vragen wat buitenspel is en dergelijke. Ons voorzien van eten en drinken als ze hier zijn. Nee, ik zeg nu maar iets. Iedereen is welkom. De vrouwen gaan heel blij zijn. Dat is ons 4 weken niet gaan zien. Bij een WK hoort natuurlijk ook bier. Veel bier. Het gemiddelde verbruik per avond kan dan ook tellen. Eerlijk. Stuk of 10. Als ik blijf slapen, stuk of 20. De vriendengroep is niet aan zijn proefstuk toe. 2 jaar geleden deden ze met het EK al hetzelfde. Op de finale. Op de wereldbeker.